Kas van Kaat is een bijzondere horecagelegenheid. Dit is wat zometeen onze horeca gaat worden. Je voelt, het is een prachtige locatie. Heerlijk licht. We zitten letterlijk tussen de velden met aan die kant het park. Het concept is nieuw in Nederland. Hartstikke nieuw. Zeker in combinatie met een prachtige biologische winkel. Met verse producten die of bij onszelf vandaan komen of bij onze collega's niet meer dan 30 kilometer in de omtrek. De winkel, de keuken, de bakkerij en de kweekkas worden bemand door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Mark is één van die mensen. Hij is blij dat hij in de kweekkas aan de slag kan. Ja, het is gewoon een puur gevoel van vrijheid. Je werkt veel samen. Ja, dat maakt dan toch alles dan toch wel gewoon goed. En wat wij doen is, wij bieden dagbesteding / werk voor mensen met name verstandelijke beperking en autisme. Dat is de doelgroep die Omega Groepen met name bedient. Daarnaast zeggen we dat iedereen welkom is als jij een fijne baan wil hebben en het momenteel op de gewone arbeidsmarkt niet redt. Heb je een burn-out gehad, moet je weer opbouwen. Maar ook de Syrische kok die een taalstage nodig heeft, je bent hier welkom. En dit is dus onze productiekeuken. En hier gaan we zometeen de spullen die van het land komen verwerken tot quiches, jams, chutneys, kruidensouten. Nou, je kunt het zo gek niet bedenken. Wij maken het hier. Zin in? Ja, best wel. Nou ja, anders heb ik echt gewoon het gevoel dat ik dan zit opgesloten. Ja, ondanks mijn hooikoorts, ik vind het dan toch wel lekker om buiten te bezig te zijn. Ik ben ervan overtuigd dat ze van erop zitten wachten. Waarom? Merk je het al? Ja, ik word enorm veel gebeld, zeker naar aanleiding van de eerdere advertenties en zo die we geplaatst hebben. Er worden boekingen doorgegeven. Dus wat dat betreft denk ik dat het echt uniek is.